Mijn naam is Arthur de Raal. Ik heb samen met mijn vrouw Doris in het hartje van Vught een patisseriezaak. Wij willen graag gaan internationaliseren en mijn vraag aan de Kamer van Koophandel is: hoe pakken we dit aan? Het product wat wij maken zijn eigenlijk kleine kunstwerkjes. Qua smaak, maar ook qua vormgeving. Wij zijn al vele malen uitgeroepen tot de beste banketbakker van Nederland. En wij behoren als enige banketbakker in Nederland tot Relais de Serre. En dat is een internationale club waar de 70 beste bedrijven van de wereld bij horen. Vught is een prachtige gemeente. Voor het een van de prachtigste centra van Brabant. En ik denk dat Vught en zeker de directe omgeving van Vught een hele goede klandizie heeft. Maar het smaakt natuurlijk naar meer. In wereldsteden en in landen als Japan, Frankrijk, Noorwegen is men veel meer bereid om 3 tot 4 maal de prijs te betalen die in Nederland betaald wordt. Ik denk dat wij zeker klaar zijn om deze stap te gaan zetten. Ik denk dat wij al op een Europees topniveau patisserie maken. En ik denk dat wij uitsluitend hoeven te kijken naar de cultuur, vooral de eetcultuur die in een land aanwezig is, om ons internationaal weg te zetten. Arthur, ik heb begrepen dat jullie vragen hebben over internationalisering. Dat je plannen hebt om naar het buitenland te kijken, wat voor kansen daar nog liggen. Nou, de Kamer kan je denk ik prima helpen met een stappenplan om daar te komen. Kansen op de buitenlandse markt. Heb je zelf al specifieke vragen waar je nu tegenaan loopt, hè, omtrent het thema? De eerste vraag die bij me opkomt is waar kunnen wij onze afzetmarkt vinden en hoe is het prijsbeleid in zo'n land? En dan denken we ook aan cultuurverschillen, transport en kunnen wij een handelspartner vinden? Ja, nou, dat zijn inderdaad de vragen die een ondernemer zich moet stellen om die stappen te gaan zetten. En ik denk dat we de contacten in huis hebben om je daarmee verder te helpen. Om rekening te houden met al die facetten die je benoemt, als cultuurverschillen, hè, dat is inderdaad al een belangrijk iets wat je benoemt. We hebben uit ervaring gezien dat bijvoorbeeld Limburgse vlaaien in Arabische landen niet echt succesvol zijn, omdat ze in Arabische landen van veel meer zoetigheid houden. Dus die markt is niet kansrijk. Vandaar dat je inderdaad verder moet kijken waar dat dan wel is. Ik denk dat niet onbelangrijk is de temperatuur in een land. Oh, om het goed te houden, ja, kan ik niet want als je chocoladeproducten verkoopt en het is er iedere dag 45 graden, dan gaat het ook niet worden. Wordt ook lastig, ja. Nou goed, zo leven verschillende vragen. Wel cultuurverschillen, wat is een kansrijke markt? Ja. Wat als ik zelf mijn producten wil gaan exporteren? De logistieke kant van het verhaal. Is het allemaal haalbaar om je producten daar aan de man te brengen? Nou, blijkt dat het uit het filter van die vragen, hè, en je komt tot een concreet exportplan, dat het niet haalbaar is om zelf je producten daar naartoe te brengen, dat is te kostbaar. Dan kunnen we ook altijd kijken of dat je, wat je net benoemt, die samenwerkingspartners voor je kunnen vinden. En dat we daar je verder in kunnen helpen. Nou, dankjewel. Dat is heel mooi. Ja, graag gedaan. Succes.